De afgelopen afleveringen mocht ik al een paar keer op bezoek bij een slimme buur. En wat is dat? Nou, iemand die zelf zijn huis al heeft verduurzaamd en vervolgens die ervaringen wil inzetten om zijn buren te helpen ook die stappen te zetten. En het kan gaan over energiebesparing, dat kan gaan over isolatie bijvoorbeeld, of misschien wel zonnepanelen. Ben jij ook nou zo iemand die best wel een slimme buur zou kunnen zijn? Geef je dan even op de site. Want zo weten jouw buren vervolgens jou ook weer te vinden. En zo heb ik nu op een site gezocht in de omgeving van Den Bosch, waar ik vandaag op bezoek kan gaan bij welke slimme buur. Hey, hallo Helga. Hoi. Wat kan ik aan de buitenkant zien wat je gedaan hebt? Wij hebben in 2004 de hele buitenkant vernieuwd. Betekent nieuwe aluminium pui met HR++ glas. Dus echt even die buitenschil aangepakt? Helemaal. Maar je bent gelijk klimaatslim bezig, want ik zie ook een paar regentonnen hier. Ja, dat klopt. Ja. En wat heb je binnen gedaan? Deze trap die stond in de woonkamer, open trap en alle warmte ging naar boven. Ja. We zijn toen aan het verbouwen. Oké. We hebben toen de deur die daar stond verplaatst hier naartoe en een muurtje gezet, zodat dit mooi geïsoleerd is en het is dan ook brandveiliger. Slim. Wat heb je binnen nog meer gedaan, behalve dan je trapgat goed geïsoleerd? Wat ik gedaan heb naast de gevel voor en achter met HR++ glas, is de vloerverwarming in. Dat is ook goed voor het luchtklimaat. Ik heb het dak geïsoleerd, dat is een hele belangrijke factor. Dus als ik het goed begrijp, heb je de buitenschil aangepakt, wat natuurlijk heel belangrijk is. En dan ga je kijken, hoe krijg ik mijn huis warm? Hoe ga ik die verdeling goed doen? Dat heb je via de vloer gedaan. Hoe kom je dan zelf aan onafhankelijk advies om weten wat je moet doen? Nou, wat wij doen, hier bijvoorbeeld in het stratenblok, is mensen uitnodigen voor een online startbijeenkomst om dus te praten over, goh, wat heb je al gedaan aan isolatie? Ja, dat kan zijn dak, de vloer, de kruipruimte, de beglazing, de spouwmuren. En dan kun je van elkaar leren en dan weet je op een gegeven moment wat goede bedrijven zijn, wat wel werkt, wat niet werkt. Dus met jouw ervaringen inspireren en onafhankelijk advies geven. Zeker, dat is het. Kijk Helga, dit wilde ik nog even laten zien. Hey. Een groen dak. We hebben gezamenlijk iemand gevraagd om het dak te vernieuwen en sedum erbovenop te zetten. Maar waarom? Vanwege de biodiversiteit en om water op te vangen, anders stroomt het weg. Dus ik denk dat Lodewijk hier heel gelukkig van gaat worden. Ik denk het ook, ja. Maar het allerbelangrijkste is dat je dit schilletje gewoon goed gaat aanpakken, hè?